Einstein heeft al een keer gezegd dat een vooroordeel lastiger te splitsen is als een atoom. Nou, op de laatste uitzending van Uitgedokterd heeft u kunnen zien hoe drie hoogleraren niet te overtuigen waren van het feit dat binnen de alternatieve en complementaire geneeskunde er soms therapieën zijn die wel bewezen zijn. Zelfs de Cochrane-analyse kon hen niet overtuigen. De laatste Cochrane-analyse van eind 2007 laat bijvoorbeeld zien dat bij postoperatieve misselijkheid en braken acupunctuur een zinvolle en een veilige techniek is. Dat werd ingebracht in dit programma op de televisie, maar er werd gewoon doorheen gesproken, want acupunctuur kan niet werken. Waarom niet? Omdat niemand ooit meridianen heeft gezien. Nou, deze vorm van redeneren is heel erg lastig om te doorbreken. Ik denk ook niet dat het zinvol is om tegenstanders van de alternatieve geneeswijze op die manier te overtuigen. Die discussie gaan we nooit winnen. Uiteindelijk ligt het aan de lezer en aan de kijker naar het programma en aan de politiek en aan alle patiënten in Nederland wat zij met Uitgedokterd gaan doen. En wij hopen dat een mooi dialoog gaat ontstaan tussen mensen die de relevantie inzien van de waarde die alternatieve geneeskunde kan inbrengen binnen de reguliere geneeskunde. We hebben gezien aan de reacties van dokter Ines van Rozenstiel dat er wel degelijk artsen zijn in de reguliere geneeskunde die daar ook een oog voor hebben. We hopen dat die tendens langzaam en zeker in Nederland onze bevriessituatie door Sylvia Millikamp zal gaan doorbreken. Daar wil de stichting IOCOP graag aan bijdragen.